Autoschade Fransen Boxmeer. IJzersterk in schadewerk. Dat u weer kijkt en welkom bij een nieuwe aflevering van Effe Buurten. Deze week vanaf de markt in Graven. Het is koud, we moeten weer wennen aan de winterse temperaturen, maar wellicht zijn er mensen die toch iets willen vertellen voor de camera. Gaat u mee? Goedemorgen. Goedemorgen. Mag ik u iets vragen? Ja, als het maar niet van de intieme dingen zijn, want daar ben ik niet. Nee, wij vroegen ons. Ben ik te oud voor. Bent u te oud voor? Nou, ja. Wij vroegen ons af of u misschien gesolliciteerd heeft als burgemeester Graven. Oh, net. Ik zou dat best wel willen, ja. Maar ik ben 81 en dan word je niet meer aangenomen. Nee, wat is de leeftijdsgrens, denkt u? Nou, ik denk dat bij mij die wel wat hoger ligt. Ja? Ja, als ik het zou doen. Maar dan, ik heb AOW, dan kan de burgemeester salaris niet veel aan verbeteren, denk ik. Maar u zou het wel leuk vinden om burgemeester te zijn geweest? Ja. Ja? Ja, dat zou ik wel leuk vinden. Wat zou u dan hier veranderen in Graven? Ja, wat zou u kunnen betekenen voor Graven? Eigenlijk, ik heb al heel veel. Ik heb nou mijn onderscheiding niet op, maar ik ben onderscheiden in de Orde van Oranje-Nassau. Ik ben een heel lang ouderenadviseur geweest, 16 jaar ongeveer. Wanneer heeft u onderscheiding gehad? Een jaar of 5 geleden, ja. Wanneer doet u het speldje op? Oh, dat zit op een ander jasje. Als ik het andere jasje aandoe, dan zit het erop. Ja. Nou, u loopt er dus wel eens mee rond. Ik loop er wel mee rond, ja. Dus u bent er trots op? Ik ben er trots op. Ik ben er blij mee. Ja. En waarom had u dat verdiend, zei u? Nou, heel veel dingen. Dat was een hele litanie van verdiensten waarvan de meeste overdreven zijn, weet ik wel. Ja, Zet u zich nu ook nog in voor iets? Jawel. Voor uw hond? Voor mijn hond, maar dat gaat vanzelf. Ja? Die hond die loopt gewoon mee. Dat is zo. Maar veel voor de kerk heb ik ook gedaan. Ik ben in het priesterambt geweest vroeger. Daar weet iedereen in Graven. Ik heb hier heel lang ook in de parochie meegedaan met vieringen en ga zo maar door. Met begrafenissen en zo. Maar we hebben nu een nieuwe pastoor, die is jong en die doet alles zelf en alleen. En dat, u mag niet meer helpen. Ja, nou, je mag niet meer helpen. Ik hoef het niet meer. Nee. Vindt u het jammer? Ja, vind ik jammer. Ja. Wat doet u nu dan, zo door de week? Wat ik door de week doe, ik lees veel. Ik heb een hele hoop boeken die ik nog niet gelezen heb. Dat op het gebied van filosofie bijvoorbeeld, van taalwetenschap, want ik heb ook nog Duits gestudeerd. Nou, u ontwikkelt zich nog steeds, hoor ik wel. Verder, ja. Ja. Heeft u het niet koud met het jasje nee, open? Nee. Ik heb veel innerlijke warmte. Oké. Ja. Ik wou bijna zeggen, geef mij wat van die warmte, maar... Ja, zie je, dat zou ik wel willen, maar... Ja. Ik weet niet hoe het moet. Ik kan u niet omarmen of zo. Nee. Ja, misschien kunt u wel warmte uitstralen. Ja, nou, dat doe ik waarschijnlijk wel. Ja. Loopt onderweg. Nee. Ik wens u nog een fijne dag, meneer. Dat wens ik u ook. Dag. Ik mag mijn hoed afzetten. Ja. Goedemorgen. Hoe gaat het met u? Heel goed. Vindt u van de winterse temperatuur? Nou, we moeten afwachten wat er gebeurt, hè. Dus, ja. Vannacht heeft het in Graven niet gevroren, toch? Nee. Nee? Nee. Was wel voorspeld. Nou, ik heb er niks van gemerkt, hoor. Nee. U heeft de planten niet binnengezet? Nog niet. Nog niet? Nee. Vannacht misschien? Ja, misschien. Vanavond, zeg maar. Dat hebben ze een beetje naar binnen halen. Zeg. Ja, zijn het een aantal planten die naar binnen moeten? Oh, verschillende, hè? Ja, verschillende. Je hebt al die potten. Ja? Al die potten moeten naar binnen. En dan enkele beelden moeten naar binnen. De beelden? Die vriezen ook kapot? Die vriezen ook kapot. Vorig jaar hebben we verschillende kapot gevroren. Ja. En ook die dure, die grote planten, waren allemaal kapot gevroren. Ja, dat is inderdaad niet leuk. Maar wat voor beelden heeft u in de tuin staan? Ja, van beton. Hondjes, en van,
Ja, enkele moeten naar binnen, want die zijn eigenlijk van binnen. Ja. En dan zijn er van juist kunststof, maar die zet ik ook niet meer binnen, want die hebben de hele zomer buiten gestaan en die zijn al, je kunt al niet meer zien wat het is. Nee. Helemaal kapot. Ja, het is helemaal rafeld, zeg maar, eigenlijk. Hè. Dus kapot eigenlijk. Ja, dat moeten we niet hebben natuurlijk. Nee, we moeten opruimen, zeg maar, een nieuwe kopen, ja, dat is... Heeft u van het weekend nog plannen? Nou... Ja. Ja, zeker? Naar de Rommelmarkt. Waar is Rommelmarkt? In Uden. In Uden? In Tennisland. Dan halen we onze dochter op, die woont in Langeboom. En dan gaan we samen. U gaat erop staan of u gaat juist iets kopen? Nee, we gaan kijken. Snuffelen. Kijken. Ja. Komt u ook altijd met iets terug? Soms wel, ja. En waar bent u dan naar op zoek? Ja, parfumflesjes. Gevulde? Ja, zeg maar. Liegen ook, die ik dan nog niet heb. Die verzamelt u of zo? Ja, ik heb er al meer dan 3000, bijna 4000. Echt waar? Ja. Bijna vol. Waar heeft u die tentoongesteld? Of... Een klein kamertje heb ik. Hoe lang doet u dat al? Ik denk aan 35 jaar. Hoe bent u er dan ooit bijgekomen? Eén keer een mooi flesje gekregen en gedacht van... Nee, één keer een hartstikke mooi doos gekregen met 6 erin. Van mijn jongste, op een van de jongste dochter, die daar kreeg ik van. Ik dacht, ja, toen had ik het dan op een mooi blaadje gezet. Ik dacht, dat kan ik ook wel. Toen kreeg ik, ja, en ik kreeg later weer een paar flesjes. Nou, toen ben ik zo aan. Maar ze blijven vol? Of gebruikt u de... Nee, ze blijven vol. Ze mogen er niet aankomen. Oké. Okay. En heeft u ook een verzameling? Nou, ik kan je altijd mee kopen, zeg maar. Zo. U vindt het ook wel leuk om op zo'n rommelmarkt te snuffelen? Ja. Altijd. Ja? Ja. Het is lekker druk, zeg maar, en komt onder de mensen, zeg maar. Ja. Is binnen of buiten? Nee, binnen. Binnen? Ja. En buiten dan. Ja. Maar we gaan ook naar een paar van beurzen. Oké. Okay. Dat is nou weer in Blerik, 18 november. Dan gaan mijn zus ook mee. Zijn er ook ruilbeurzen? Ja, daar kunnen ook ruilen. Ruilen. Ja. Ja. En ruilen komt? Huilen. Maar bij u niet. Nee. Veel plezier van het weekend. Ja, dankjewel. Dag. Goedemorgen. Mag ik u iets vragen? Ja. Het is fris, hè? Fris, hè? Heeft u gesolliciteerd als burgemeester? Nee, ik ben als werker op papieren. Oh, wat houdt in? Dat kom er niet uit. Wat houdt dat in dan? Ik weet ook niet, hè? Nee? Weet ook niet, hè? Wat gaat u nu doen dan? Ik ben nou aan het wandelen. Ja, waar gaat u heen? Rondje graven. Rondje graven? Nou, dat kan een flink rondje worden dan, of niet? Ja. Het is al weer bijna tijd, hè? Om tijd waarvoor? Ja, waar gaat u werken dan? Papieres. Hard, hè? Nou, prettig weekend, hè? Prettig weekend. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Toon wilde dat ik hier graag even kwam buurten. Nou, dat kan. Daarvoor zijn we op de markt. Ja, om te buurten? Omrammeren. Waar bent u van elkaar? Niks. Bekende? Ja? Nou, redelijk goede. Wel al lang? Kennen elkaar al heel lang. Al heel lang, ja. Hoe lang? Ja, Jezus. Dat is lang inderdaad. Ik denk 15, 20 jaar. En waar heeft u elkaar leren kennen dan? Hier in de haven. Haar dochter, beste vriendin. Ha, kijk. En nu samen kaartjes uitzoeken. Kaartjes uitzoeken. Dus aan buurten. Aan buurten, maar u bent wel kaartjesmensen dus. Ja. Krijgt u zelf ook kaartjes? Niet zoveel. Het is meestal als ik hier dus mensen tref. Uit de tijd. Ja, precies. Als ik er zelf verstuur, zeg maar. Dat is ook... Krijgt u veel kaartjes? Nee, niet zoveel als dat ik er zelf verstuur. Wanneer verstuurt u een kaartje? Heel veel. Ja, met een verjaardag of... Ook, of zomaar een keer. Of, gewoon tussendoor een keer van groetjes, sterkte, succes. Ook. Ja, ik ben een kaartjesmens. Leuk, maar baalt Rijk dus een beetje van dat u geen kaartjes terugkrijgt? Nee. Oh, nu kunt u anders wel mooi de oproep doen. Nee. Misschien bleek volgende week de brievenbus vol. Nee, is niet nodig. Is niet nodig? Nee. We hoeven geen adres hier. Nee, helemaal niet. En is misschien ook niet eens is nodig. Nee. Hebben jullie nog plannen van het weekend? Ja, verjaardag. Met een kaartje? Ja. Ook met een bloemetje? Nee, dat denk ik niet. Nee, het zou wel een biertje worden. Een biertje. Oké. Okay. Goed, fijn weekend. Van hetzelfde daar. Wat is dat voor een diertje daar? Ja.
vogel? Nee. Nee? Konijn. Oh, is het een konijn? Kijk. Ja, wat is dat dan? Wat is dat voor een beestje? Een vogel. Een vogel, hè? Wat heb jij in je mond? Wat is dat? Vis. Saté? Nee. Lekker visje? Is het lekker dan? Goedemorgen. Morgen. Komt u uit Grave? Ja. Ja. Heeft u gesolliciteerd op het burgemeesterschap? Nee, nee, nee. Nee, geen interesse. Geen interesse? Veel te veel politiek hier. Nou, ik denk als ik daar interesse in zou hebben, denk ik eerst een hele hoop wethouders de laan uit zou gaan sturen. Oh, 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 waarom? Mede door de wethouders is mijn man de baan kwijtgeraakt. Mag ik vragen welke baan uw man kwijtraakt? Dat is weer een vraag. Dat dacht ik al. Oké. Okay. Dus het is nog steeds heel erg gevoelig. Dat ligt gevoelig inderdaad. En hoe is het nu met uw man? Heeft hij een andere baan? Hij heeft wel een andere baan, maar sinds dat hij daar werkt is hij ziek geworden. Oké, dus omdat hij het even niet aan kan? Nee, lichamelijk. Lichamelijk ziek? Ja, hij is echt heel erg lichamelijk heel ziek geworden. Wat voor klachten heeft hij dan? Uitval van spieren. Complete spiergroepen die uitvallen. 1 spiergroep in de schouder en 1 spiergroep in de nek. Maar ik neem aan, dat komt toch niet door de werkomstandigheden waar hij nu werkt? Waarschijnlijk. Wat doet hij voor werk dan? Lasser. Oké. En nu? Zit hij in de ziektewet? Hij zit nu in de ziektewet. En toen hij voor halve dagen ging werken, vorige week, is meteen te horen gekregen dat het contract niet verlengd werd. Oh, dus hij staat eigenlijk weer op straat? Hij staat dadelijk weer op straat. Wat deed hij bij de scheepswerf? Lassen. Lassen. Maar veel meer soorten lassen. Hij moet nou op een bepaalde manier continu op zijn knieën onder. En bij de scheepswerf was het veel afwisselender. Is het moeilijk dadelijk om een andere baan te vinden, denkt hij? Ik denk het wel. Hij wordt dadelijk 50. Oh, net vragen, wat is de leeftijd? Hij wordt 50. Moeilijke leeftijd om weer iets te vinden. En al helemaal als dadelijk blijkt dat hij de werkzaamheden die hij nou doet lassen, dat hij dat niet meer kan. En zie maar eens weer werk te vinden in de scheepsbouw. En werkt u nog? Ik werk, ja. Gelukkig dus. Gelukkig wel, maar van mijn salaris kun je ook niet... U werkt niet fulltime? Ik werk 32 uur. Nou, dat is toch aardig fulltime? Ja, maar dat wordt niet als fulltime gezien, dat wordt maar parttime gezien. Ja, ja, is ook zo. Maar... En zou u meer willen gaan werken dan? Wel meer willen werken, maar niet kunnen werken. Oh, ook niet mogelijk? Nee. Nou, dan wordt het een moeilijke tijd. Ja. Weet je wat we gaan doen? We gaan een politieke partij oprichten. Ja. Hè? En hoe gaat die heten dan? Oh god, heb ik me... de wethouders eruit. Maar denkt u als er een nieuwe burgemeester komt dat er iets gaat veranderen? Denk het niet. Als het een burgemeester is die zijn zaak serieus is en niet Grave als een opstap ziet, dan zou het best wel eens kunnen. Okay. En wat denkt u ervan dat alle gemeenten tot 1 gemeente komen uit het land van Kuik? Ja, misschien... Zit dat erin? Ja, weet ik eigenlijk niet. Het zou best kunnen, maar Dan zijn misschien ook een paar wethouders kwijt. Ja, misschien wel. Ja, misschien dat ze dan wethouders van de regio pakken en niet wethouders die al ergens anders zijn weggeschubt omdat ze daar al brokken hebben gemaakt en dan toch maar hier weer worden aangenomen. Nou ja. Hey, ik spreek jullie als jullie die politieke partij opgericht hebben. Doen we. Ja, zo, fijn weekend. Hoi. Goedemorgen. Geen gehaktballen deze keer. Geen gehaktballen. Wat wordt het nu dan? Kleinkinderen, denk ik, hè. Alle twee? Alle twee, ja. Hoeven ze niet naar school of hebben ze nog niet de leeftijd? Nee, ik kom uit Rotterdam. Ze komen uit Rotterdam. Ja. Die hebben herfstvakantie. Die hebben herfstvakantie, ja. Nou, daar is het weer ook wel na, of niet? Ja. Zijn ze aan het logeren? Zijn aan het logeren, ja. Gaat u nog leuke dingen met ze doen? Jawel, wat gaan we straks doen, hé? Bob? Pannenkoeken. Hoe heet jij, Bob? Wat ga je doen met opa? Pannenkoeken eten. Gaat opa ze zelf bakken? Nee. Nee, jij? Naar het pannenkoekenhuis, hè? Waar gaat u naar het pannenkoekenhuis? Velp. En dan ook nog een lekkere wandeling, of niet? Ook dat nog, ja. Daarom. Je moet ze bezighouden, hè? Hoe lang zijn ze al bij u? 2 dagen. Morgen gaan ze weer naar Rotterdam. En dan, hebben we gisteren gezwommen. Ja. Lekker is dat, zeg. Ja, we doen van alles met ze, hoor. Dat komt wel goed. Goed zo. Nou, straks lekker pannenkoek eten, hè? Tot ziens. Ja, tot kijken. Ja. Ja, en hoef jij niet naar school? Nee. Is ze nog geen 4? Nee. Hoe oud is ze? 3. Ja. Bent u oma? Ja. En is vandaag oma-dag? Beetje. Ja, niet wekelijks? Nee, dus niet wekelijks hoor. Het is wel leuk met oma op stap, of niet? Ja, best gezellig. De hele dag? Nee, de ochtend. Ja. Heeft u nog leuke plannen met haar?
Ja, we gaan bladeren ruimen en we gaan nog even in de speeltuin. Het wordt hard gewerkt dus? Ja, ook, ook. Mag ook wel in de herfst, of niet? En de honden uitlaten, ja. Dus dat is altijd wel gezellig. Fijne dag. Ja, dank je. Dag. Doei. Dit was het weer voor vandaag. Effe Buurten vanaf de markt in Grave. Volgende week zijn we weer op een markt op een andere locatie. Tot dan!